Hallo, ik ben Frans Nijssen, oudspeler van VVV. Van 1976 tot 1990 gespeeld en van 1993 tot en met 2004 algemeen manager. Ik kan me herinneren dat er tegen bussen vanuit Venlo naar Kerkrade reden. Eén kant van het stadion was helemaal bezet door VVV supporters. En bij ons leefde dat natuurlijk ook enorm. Het was een unieke kans om Europees voetbal te halen. Wat daarbij ook nog wel apart was, kan ik me herinneren, dat Jan Reker was trainer van VVV en die had vooraf toen al getekend bij Roda, dus die zat een beetje in een dubbelrol. Vooraf aan deze wedstrijd was Jan Reker de meest besproken man, want hij is nu nog de trainer van VVV en volgend seizoen werkt hij bij de andere partij, Roda JC. Of VVV wint die halve finale en speelt Europees en hij is er dan niet bij, of Roda wint de halve finale, speelt Europees en hij is er wel bij. Dat was een beetje een dilemma voor hem. Ik kan me herinneren dat wij een hele moeilijke fase hadden, maar dat wij ook daarna dus zeg maar weer ons de rug rechten en terugkwamen. Uiteindelijk werd het een verlenging, waarbij ook nog vooraf volgens ons een bal van ons over de doellijn is geweest. En ik dacht van Stan Valks dat hij die goal scoorde, maar die werd uiteindelijk niet geteld, omdat dat was toen natuurlijk zeker nog geen doellijntechnologie. En toen kwamen we uiteindelijk in de verlenging terecht. En in de verlenging scoorde Raymond Smeets, dacht ik, die had ik toen tegen. Die zat toen net in het centrum van het veld en niet aan de zijkant. En die kreeg een klutsbal. Volgens mij kwam die bal tegen Bert van Hagen en weer terug tegen zijn knie. En toen kreeg je die bal in de loop mee. En hij scoorde toen de winnende treffer voor Roda JC. Het was mijn toevalstreff. Je speelt op zaterdagavond Vitesse uit en je speelt op dinsdagavond een paar dagen later. Dus dat is sowieso een hele aparte wedstrijd. Kijk, maar het enige wat je daarmee kunt doen in zo'n bekerwedstrijd is gewoon alles geven. Het is een unieke kans, zeg maar, om iets aparts te bereiken dat je in een finale terechtkomt. Dus ja, maar goed. Aan de andere kant zeg ik dus steeds, voor mij is de competitie voor VVV belangrijker. Dat je zegt, nou je blijft erin. Dat is prioriteit nummer 1. En daarna de beker. Maar goed, het blijft een unieke kans om in een finale te komen. Dus het is volle bak er tegenaan.